Welkom bij de Wiskunde Les. Vandaag gaan we kijken hoe kunnen we een aanzicht, bijvoorbeeld van deze kast, kunnen we op schaal tekenen. Nou, laten we eerst eens even kijken. Ik wil een vooraanzicht tekenen op een schaal 1 op 20. Dus dat betekent dat hoe de kast in het echt is. Zo ga ik hem 20 keer zo klein maken op de tekening hier. Nou, het voordeel is, deze kast is al gegeven in centimeters. Omdat je blad, je ruitjeblad die je schrift ook in centimeters is, hoeven we het nu niet eerst om te rekenen. Zou die niet in centimeters zijn, dan moesten we eerst omrekenen van centimeters naar, van meters bijvoorbeeld naar centimeters. Maar in dit geval hoeft dat niet, want hij staat al in centimeters. Dus dat maakt het net iets makkelijker. Nou gaan we eens even kijken, hoe is de, en ik zie dat hij een beetje wiebelt, maar dat geeft niet. Oké, de voorkant. Nou, deze lijn is 216 centimeter. Hoe lang gaan we dan op de schaal tekenen? Nou, dat doen we 216. En dat delen we door 20, want we gaan hem 20 keer zo klein maken. Want 1 centimeter op de tekening is 20 centimeter in het echt. Dus we doen 216 gedeeld door 20. Nou, dan zien we dat we maken deze lijn 10,8 centimeter lang. Dus ik zet het er even bij. We gaan hem op de tekening 10,8 8 centimeter maken. Gaan we even verder kijken. De hoogte van de kast. Nou, die is nu 211. Ook die gaan we 20 keer zo klein maken. Dus dan doen we 211 gedeeld door ja, weer 20. Hè. Dus we maken hem 20 keer zo klein. Dus we delen hem door 20. Nou, dan zien we die wordt 10,55. Nou, 55 kan ik niet tekenen. Ik kan alleen op millimeters tekenen. Dus ik rond hem af op 10,6. Dus ik ga deze 10,6 centimeter lang tekenen. Gaan we even kijken, hoe lang ga ik deze lijn dan maken? Nou, die is nu 78,5, dus ook daar doe ik weer 78,5 en ik deel het door 20. Nou, hoe ga ik die dan maken? Nou, die wordt 3,925, nou, dus 3,9 centimeter ga ik die lang maken. Preciezer kan niet getekend worden, dus die kan ik gewoon 3,9 centimeter lang maken. Nou, nu ga ik hem tekenen, dus ik begin met een lijn van 10,8 lang. Ik doe hem één stapje naar de zijkant, want dan past hij precies. Dus ik begin hier zo. En ik ga deze lijn tekenen 10,8 lang. Dus ik ga van hier, doe ik hem 10,8 lang. Dus ik doe hem naar 10. En dan doe ik hem nog 8 streepjes verder. Dus ik doe hem bij het achtste streepje. En dan is die 10,8 lang. Nou, de hoogte hier zo, die wordt 3,9. Dus ik doe even de geodriehoek een beetje kantelen. Ik leg keurig de loodrechte lijn op deze lijn, zodat die keurig loodrecht omhoog gaat. En die maak ik 3,9, dus die maak ik 3, en dan het negende streepje, dus bijna bij de 4, 3,9 lang. Dan nou, ga ik hier naartoe. Hoe lang werd die hier? Ik leg hem er even precies op. Die werd, hey, dat kan ik nu net niet zien, dat is wel vervelend. Even kijken, wat was het? Ah, 10,6, dat is een beetje verschoven door het verschuiven van het, blijkbaar door de geodriehoek te verschuiven. Dus die maak ik 10,6 lang, dus ik ga hier zo ook naar boven toe. 10,6 lang, dus ik ga naar 10 en dan 6 streepjes verder, nou dan is die daar. En dan hoef ik nu alleen nog maar eventjes van hier naar daar te tekenen. Dan leg ik keurig mijn geodriehoek erop en ik teken hem keurig af. Dus ik teken die schuine lijn, ja die hoef ik niet eens uit te rekenen hoe lang die was. Want die kan ik gewoon van hier naar daar gewoon keurig tekenen. Dus ik leg hem erop en ja, je ziet, het wil niet helemaal werken. Waarschijnlijk kan het met de hand net iets preciezer. En dan doe ik hem 10,6. Nou, je ziet nu, heb ik keurig de ding getekend. Dus ik heb keurig het aanzicht getekend. Dus zo is het vooraanzicht van de kast op een schaal 1 op 20. Hey, probeer zelf eens het zijaanzicht te tekenen van de kast. Nou, als je goed kijkt, zie je dat dat een rechthoek is. Hij is in het echt 111 centimeter lang. Nou, die hadden we uitgerekend, 10,6. Dus ga ik eens uitrekenen hoe lang moet de breedte worden. En ga die eens even proberen zelf te tekenen. Hey, succes met het maken van de opgave en tot de volgende wiskundeles weer.